Ja, vrienden, je wordt toch eigenlijk, word je toch knetter en knettergek van die politiek. Ja, hè? Want nou hebben wij dus met z'n allen, hè, en weet ik veel wie nog meer, ook in de Tweede Kamer moet ik eerlijk zeggen, maar wij ook met z'n allen, we hebben al maanden, hebben we gezegd, tegen het kabinet en tegen Kakelende Kaag en ook tegen Rutte en noem ons maar op en jongetje Jette. Jongens, de mensen houden het niet vol. Hè? Nee, want ze kunnen het niet meer betalen. De energierekeningen, maar ook in de supermarkt niet. Ze kunnen het niet meer opbrengen. Nou, en ja, nee, daar hebben we nu geen tijd voor. We doen dat pas in 2023. En dit najaar moet iedereen het maar uitzoeken. Nee, nee, het kan niet. Het Prinsjesdagje zal het wel horen, maar nee, dit jaar doen we niks meer. Nou, en iedereen bleef me er maar op wijzen. Ja, maar de nood is veel hoger dan jullie denken. Want jullie hebben geen idee wat zich afspeelt in het land. Want dat blijkt ook wel weer, want nu hebben die mensen van de voedselbank, ja, heb je dat gelezen, ja. Het loopt storm. Loopt storm bij de voedselbank. Zoveel meer mensen krijgen ze nu, omdat die gewoon ook, het kunnen het niet meer opbrengen. En die houden bijna geen geld meer over voor boodschappen, dus die komen bij de voedselbank terecht. Nou, en zo, al die signalen, die beginnen ze dus nu, oh, voorzichtig een beetje op te vangen, zo van, oh, oh, en de rekeningen gaan er soms 500, 600 euro hoger dan normaal bij de gas. En nu was er ineens, oh, nu konden ze topoverleg houden bij het kabinet. Nu in één keer, in het weekend. Oh, in het weekend, ja. Alleen Rutte en jongetje Jette, die waren er niet bij. Hoezo topoverleg? En nu konden ze het wel gaan bedenken dat er toch nog, misschien nog wel voor 1 november oplossingen te vinden zijn voor het probleem. Hè, voor die gasrekening. Ja, en nu kan het wel. Ja, veel te laat. Veel te laat, zoals gebruikelijk in de politiek. Nooit voorop lopen, nooit eens vooruitdenken. Nee, lekker als alles in paniek is en iedereen helemaal plat ligt, dan gaat de politiek eens nadenken van, oh ja, nee, nou, nee, we gaan nou wat doen. Ja, wat heb je hem ook gezien? Onze vriend Klaver, met die kuik ook, die kuik over de Partij van de Arbeid, ook verschrikkelijke. Maar ook kluntje Klaver, of hoe noemen we hem? Kleuter Klaver? Nee, we noemen hem Knulletje Klaver. Ja, zo noemen we hem. Knulletje Klaver, die zat daar bij het Buitenhof. Heb je hem gezien weer? Samen met Dieter van den Huizen, ook al zo'n meebabbelaar, weet je wel. Ah, stel geen kritische vraag, ben je gek? Nee, oh, u bent ook bezig. En opeens was Knulletje Klaver was ook bezig met het plafond. Heb je dat gezien ook? Ja, hij was ineens bezig met het plafond. Maar dat was in februari. Ja, vrienden, toen was er dus gewoon, kwam Omtzigt, die kwam in de Tweede Kamer, die kwam met een motie en die zegt, laten we die energiebelasting op gas, laten we dat nou eens verlagen. Motie, ja. En wie stemt er tegen? Ja. Knulletje Klaver, die heeft gewoon in februari tegengestemd. En nu komt hij met allemaal ingewikkelde van, ja nee, we willen nu het plafond en dan wil hij wel meedoen. Ja, nee, maar toen was je tegen, halve garen. En daarom, vrienden, word ik knettergek van die politiek.